grootste droom als kind van 12 was, ik wilde eigenlijk alleen nog maar windsurfen en daar goed in worden. Ja, iedereen helpt elkaar ook en op het water heb je samen fun met elkaar. Dus ja, zeker. Het is een leuke sfeer. Ja, vrijheid is wel echt belangrijk voor mij. Doen wat je leuk vindt, dat is voor mij echt eigenlijk het belangrijkste. En ik vind echt dat iedereen dat moet hebben. Ja, voor mij is sporten en windsurfen heel erg belangrijk. En dat ik dat kan doen, ben ik echt heel gelukkig mee. En ik vind eigenlijk dat iedereen dat moet kunnen. En de kinderen die niet vrij zijn en niet vrij kunnen sporten, dat is eigenlijk verschrikkelijk. En die moeten dat ook eigenlijk kunnen. Iedereen op de wereld. Ik zou eigenlijk niet meer zonder kunnen. Dus degenen die dat niet kunnen, dat zou ik echt heel erg vinden. En ik kan het bijna niet voorstellen. Ik ben ambassadeur van Say Yes to Play. En ik roep jullie op om ook te steunen en ook mee te doen aan dit project.